Wat wij gaan doen is het Yorido kata, is een overname kata uit de Joodse school. En in Japan, bij de leraar waar ik daar trainde, een meneer Mochizuki. En die vond dit een heel belangrijk kata. Als we wel eens ergens waren in Japan, gastlessen die we moesten geven, dan moesten we altijd wel de opdracht mee demonstreren op kata. Omdat het een heel belangrijk principe vertegenwoordigt, omdat wij altijd uitgaan vanuit een oplossend, vermogend mindset. Dat je die moet hebben in de martial arts. Er is een probleem en daar moet jij antwoorden op zoeken. Kortom, je moet het probleem proberen op te lossen. En er is altijd een antwoord mogelijk. Soms moet je even zoeken, maar er zijn altijd oplossingen. En dat is het uitgangspunt voor de martial arts, maar dat geldt ook in het dagelijks leven. Ik denk dat niemand zijn leven hier altijd gaat zoals hij wil. Er komen allerlei dingen op je pad. En hoe ga je daarmee om? En hoe hou je jezelf staande? En dat is denk ik wat dit kata kan vertegenwoordigen. En waar we het zo meteen misschien bij de tafelgesprek over kunnen hebben. Yori no kata.